NL Tracks reisde speciaal naar Curaçao af voor een exclusief interview met niemand minder dan Gerard Joling. Ja. Wat ontzettend tof dat je met ons exclusief wilt spreken. Dat vind ik echt heel tof. Altijd, dat vind ik enig. Leuk om te doen. Moet je zeggen, ik kom net wel mijn bedje uit, dus ik doe even mijn zonnebril op. Als je dat niet heel erg vindt. Die zonnebril hoort ook wel een beetje bij jouw image, toch? Die heb je vaker op. Ja, het is een beetje gekomen eigenlijk met over de vloer. En ik had altijd een ontzettende hekel aan zonnebrillen. Maar Gordon zei, je moet een zonnebril opzetten. Dat is leuk voor het programma. En Gordon had altijd de meeste grote variaties altijd. En ja, dit is eigenlijk een hele bescheiden. Maar ik moet je zeggen, ik ben er inmiddels aan gaan wennen. En zeker als je wat ouder wordt, is het soms ook heel fijn om een zonnebril op te hebben. Geer, jij gaat ieder jaar traditiegetrouw naar Curaçao. Wat is nou zo leuk aan dit eiland? Wat trek je nou zo? Ja, het is de temperatuur. Het is de temperatuur van het water. Het is de rust en de gemoedelijkheid. En ja, ik vind ook altijd dat die mensen hier enorm lui zijn. Maar dat word je zelf ook. Als je hier 2 of 3 weken bent, dan denk ik, ja, er komt ook niets meer uit mijn handen. Ik heb nergens geen zin meer in. Nee, het is gewoon een heerlijk eiland. Een no-nonsense eiland. Het is echt het paradijs hier. Het is ongelooflijk mooi. Het is hier een beetje een Nederlandse enclave. En ik kan me voorstellen dat je, als je op vakantie gaat, dat je niet zo'n zin hebt in al die gillende fans en die Nederlanders. Want het is toch gewoon, Het zit hier vol met Nederlanders. Wat vind je ervan? Nou ja, ik heb het eigenlijk nooit erg gevonden, maar aangezien ik afgelopen jaar een soort van burn-out had en overwerkt ben, heb ik daar toch een soort, ben ik daar een beetje anders over gaan denken. Je kan het natuurlijk op een gegeven moment ook opzoeken, want als je hier 5 kilometer verderop zit, dan zit je in Mambo Beach. En de cabana, nou, daar zit natuurlijk half Nederland. En wij zitten hier in Baoaze, een prachtig nieuw resort. Daar heb ik vorig jaar hier voor het eerst gezeten. Nou ja, 's middags beginnen we natuurlijk heerlijk aan een wijntje. Met alles erop en eraan, een lekker kreefje. En dan, nou, 's avonds gaan we nog even uit eten of we blijven hier hangen. Van de week was ik gezellig met Irene Moors, zaten we even op Mambo Beach. En kwam Patty nog tegen en Jeroen van de Boom. Maar goed, als je dan weer met z'n allen zit, is het ook weer hartstikke leuk. Nou, het zijn toevallig allemaal hele leuke collega's. En met allemaal heb je gewerkt en het is ontzettend leuk om toch af en toe even met elkaar wat dingen weer even te delen en over het vak te praten. Je bent ook wel een beetje een workaholic volgens mij, toch? Je bent echt altijd aan de slag. Ja, en in die zin vind ik het ook heerlijk om het gewoon allemaal te doen. En de vrije dagen die ik had, dat werd vaak opgeslokt door promotie of nog net een televisietje. Of een Pauw en Witteman of nog even Live for You. En het achteraf denk je, ja, misschien had ik dat allemaal misschien wel niet moeten doen. En ik was al gewaarschuwd, ik was al bij de dokter geweest, ik had wat te hoge bloeddruk. En ik had die tintelingen in mijn armen. Dat zijn allemaal voortekenen dat je gewoon al eigenlijk over de rooie bent en moet stoppen. Ik had een heel soort dubbel gevoel. Ik had ook een beetje het gevoel dat ik van mijn voetstuk afviel. Ja. En dat was na een week over, omdat ik me zo naar voelde. En toen heb ik het naast me neergelegd en ik ben een soort in therapie gegaan, zeg maar. Ja. Een haptonoom psycholoog, waar ik gewoon, ja, eigenlijk goede, die eigenlijk gewoon dingen vertelde, wat ik eigenlijk al lang al wist. Alleen het is wel lekker als dat er goed ingevreven wordt, dat je dan ook daar eens een keertje naar luistert gewoon. We gaan even naar wat positievers toe. staan er spannende dingen op het programma qua muziek aankomend jaar? Nou, ik heb een cd al opgenomen. 9 of 10 tracks heb ik opgenomen. Er komen nog 4 nieuwe nummers bij. Dat moet eigenlijk zo'n beetje maart uitkomen. Ik denk dat ik eind januari, begin februari met de single uitkom. Ook omdat we dan beginnen met Sterrendans op het IJs. En dan wil ik eigenlijk volgend jaar eens gaan werken aan een duetten-cd. Ik heb dan inmiddels 20 of 21 cd's opgenomen de laatste 25 jaar. Dus misschien dat we dat eens moeten gaan doen. Je moet ook wel openstaan voor nieuwe dingen en je moet je ook blijven vernieuwen, denk ik, toch? Dat is heel belangrijk en het is natuurlijk wel zo met, ja, dat is eigenlijk op televisiegebied ook zo, maar natuurlijk ook met platen. En op een gegeven moment heb je al zoveel, zeg maar, acts overleefd. Dan denk je, ja, wat voor dingen gaan we nu weer doen, weet je wel? Welke muziekstroming? Moet het modern, moet het Nederlandstalig, moet het Engelstalig? Misschien moet ik wel een jazzalbum opnemen of een kerstalbum of een hip-hop album. Ik weet het soms ook niet meer. Dat zou leuk zijn, hip-hop. Dat zou erg leuk zijn. Ja. Maar het is wel lekker dat ik inmiddels al die jaren niet zo afhankelijk meer ben van een hit. Het is leuk als je hem hebt, maar als het niet zo is, dan denk ik, ach. Want ik zag dat Willeke Alberti ook misschien gaat rappen. Ja. Moet je die niet samen gewoon gaan rappen? Dat zou fantastisch zijn. Ik las dat jij in een nieuw programma samen met Ali B bent gaan rappen. Ja. Hoe zit dat? Ja, dat was te gek om samen met Ali B en de kleine Vieserik. Die kwamen bij mij thuis. Voor het een deze dagen wordt dat uitgezonden. En het was zo fantastisch. En ik weet helemaal niet of ik het mag zeggen, maar ik zeg het gewoon. Zij hebben van telkens weer een rap gemaakt. En wij hebben een lied gemaakt op Meisje Luister. Nou, dat is zo mooi geworden. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Want het was behoorlijk emotioneel. Terwijl het hotel achter ons afgebrand wordt en afgeknald wordt door een enorme aanslag, gaan wij gewoon door. Lekker interviewen ook zo, hè? Ik zal het even uitleggen. Het is de 31ste vandaag.
U weet wel, oud en nieuw. Oud en nieuw. En vanavond gaat Gerard optreden op Mambo Beach. Ja. En dat zijn ze nu al aan het vieren volgens mij. Ja, en deze dingen die duren meestal een minuutje of 10, dus het wordt een hartstikke leuk interview. Dus ik stel voor dat we even pauze nemen. Ja, heel goed. Cheers. Proost.